Vlak daarna kwam het persbericht Jong Oranje. Over het algemeen besteden we daar niet zo heel veel tijd aan. Maar ik vond wel heel opvallend dat Frimpong heeft gezegd... ik wil helemaal niet mee. Ik bedank echt. Zou dat iets te maken kunnen hebben met teleurstelling van het afvallen bij het grote Oranje, denken jullie? En de Mitchell Bakker die... Mitchell Bakker weet ik wel iets van. Dat is een best wel gek verhaal eigenlijk. Maar Mitchell Bakker die zit altijd bij Jong Oranje. Die keek naar dat schema en de finale... als Nederland de finale zou halen, wat zomaar zou kunnen, want we hebben een mooi elftal. En dan 4 dagen later moest hij bij Bayer Leverkusen beginnen. Hij schrok daarvan. Hij dacht van ja, dat gaat niet lukken. En hij wil per se een goede start maken in Duitsland. Die heeft eigenlijk even te vlot afgezegd. Daarna is hij met wat mensen gaan praten en die zeiden, wat doe je nu? Toen hebben ze met Bayer Leverkusen gesproken en die zeiden, oké, in deze situatie zou je wel een week later kunnen beginnen. Hij denkt, nou, dat is mijn redding. Toen heeft hij Van der Looy een bericht gestuurd. Ja, sorry, maar ik wil heel graag mee naar dat EK. En toen heeft Van der Looy via een mailtje laten weten dat hij niet meegaat. Omdat hij qua motivatie er niet bij vindt passen. En die is dus nu wel teleurgesteld. Hij heeft een fout gemaakt, maar wel teleurgesteld dat hij niet naar dit EK kan. Maar Emma Van der Looy heeft anders besloten. Op zich wel volwassen om voor zichzelf te kiezen. In eerste instantie. Ja, het speelde wel een rol volgens mij dat Leverkusen al een tweede linksback gekocht heeft. Ja, klopt. Seizoen. Er was een linksback bijgekomen en hij wilde gewoon zorgen dat hij in ieder geval geen achterstand had. Nou, dan kies je wel voor jezelf op dat moment. En dat is maar soms heb je, je neemt ook tenminste, ja, maar dit had, voor mezelf spreken, ik neem ook wel eens een beslissing dat ik later denk, nou, dat is nee, maar hij had dat niet moeten doen, maar ik... Echt, ja, oké, Van der Looy had ook wel even... Jij vindt hem te streng in de leer. Nee, ja, natuurlijk vind ik hem hier. Vind ik het wel een ijskast. Ik bedoel, die jongen wil heel graag spelen. Heeft echt afgelopen jaren heel veel gespeeld. Die kan een fout maken. Hij had ook kunnen zeggen, toen hij zich afmeldde, had hij ook kunnen zeggen, maar wat is eigenlijk aan de hand, joh? Waarom meld je je af? Wat is er aan de hand? Oké, je ziet een probleem met Leverkusen. Nou, ik ben bondscoach. Ik wil jullie graag bij hebben. Dan ga ik misschien wel even bellen met Leverkusen. Dan kunnen we dat misschien oplossen. Maar dat is ook niet gebeurd. Nee. En Frimpong is, ik weet niet precies, want hij kan nog voor Engeland en Ghana uitkomen. Ja. Ghana met name. Dus misschien stel je voor dat hij naar de Premier League vertrekt. Nou ja, dan wordt hij natuurlijk wel interessant voor de Engelse elftal. Ik zit nog eens te kijken naar die cijfers van hem. Hij speelt alles in de Bundesliga. 8 doelpunten gemaakt, 7 assists. Halve finale Europa League gespeeld onlangs. Is het best gek dat hij er niet bij zit bij het grote Oranje? Ja, maar Koeman ziet dat, hij heeft het wel uitgelegd. Hij vindt dat wingback verhaal. Ja, maar hij vindt hem verdedigend niet goed genoeg om in 4 te spelen. En met die echte wingback speelt hij niet. Maar hij kan het toch... Dat zou je nou wel een keer kunnen proberen, toch? Ik vind het wel ook wel rigide om hem helemaal niet in selectie op te nemen. Een beetje hangend op rechts. Want hij is bij Leverkusen ook meer een soort rechtsbuiten dan back. Ja, dat had gekund, maar hij is daar heel... Hij heeft natuurlijk wel behoefte aan goede buitenspelers. En stel je voor dat hij tegen een hele sterke tegenstand... Dan is er natuurlijk niks mis met een hangende rechtsbuiten... die het middenveld versterkt op dat moment. En je kan altijd wel zien op de trainingen, weet je wel... Van misschien ontwikkelt hij zich ook of verbetert hij zich of anders. Ja, hij sluit hem wel heel erg buiten. Want inderdaad, hè, je zou hem ook wel bij een selectie kunnen nemen. Dat je hem beter leert kennen, dat je met hem gaat trainen. Ja, maar misschien bij het WK. Nu is de deur gewoon echt helemaal op slot voor deze jongen. Zo lijkt het althans. En, Als hij naar de Premier League gaat, dan gaat hij toch voor Engeland voetballen. Ja, ik heb vooral begrepen dat Ghana heel erg aan deze jongen... Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, maar hij zou er geloof ik niet bij. Maar ik denk dat hij voor Engeland eerder zou kiezen. Hij zou er niet bij zitten bij de selectie die Ghana nu heeft. Dus het is ook niet zo dat daar wat begrepen, hoor. Maar... Okay.